zondag en ik sta weer in de sporthal. Ik sta op Papendal. We gaan zo meteen trainen. Weer samen met Oranje. En we zijn al een paar aan het inschieten. Ik zit alweer in de auto. We hebben maar één training gehad. Een beetje een rustige training. Omdat het natuurlijk net de competitie gestart is. Dus iedereen had wel even een momentje. Ja, ik ga naar huis rijden. En ik ga nu niet naar KZ toe. Beetje moe. Gewoon, ben gewoon een beetje moe. En het is misschien ook wel een keertje goed om hem gewoon even over te slaan. En ja, ik heb al getraind dus. Nou, ik ga naar huis rijden. En dan zie ik jullie morgen. Hallo, hallo. Daar zijn we weer. Ik had een beetje haast om naar de training te komen. Omdat ik natuurlijk van werk kwam. Maar dan hebben we gewoon simpele dingetjes gedaan. En zijn uiteindelijk net even geëindigd met specifieke oefeningen. Nou, die zijn goed bezig. Dus hebben ze getraind en dan gaan ze daarna met z'n allen, dus A1, A2, gaan ze samen nog even buikspieren en allemaal oefeningen doen. En ja, is goed voor ze. Is echt goed voor ze. En wij starten zo meteen met de eerste training. We gaan even nu warm lopen en dan doen we weer helft kracht en dan de helft specifiek korfbal weer. We hebben het eerste gedeelte gehad en nu gaan we even het laatste half uurtje van deze eerste training korfballen. Ja, ging het lekker? Heerlijk. Laten we even kijken wat we gaan eten. Hey, hey, hey! Ja, kijk eens! Wat leuk! Moeder en dochter van ons aan het koken. Oh, en het ruikt... lekker! Dat zeg ik met alles. Maar ik zeg met alles dat het lekker is, jongens. Maar het is ook echt lekker. We krijgen eigenlijk alleen maar lekkere dingen te eten. Deeltje van de ei, nou, twee gaan wel nog ladders doen, net zoals dinsdag. Dat is heel goed. En wij gaan nu even warm lopen en dan zijn we zo meteen aan. Thanks Joost. En dan even warm lopen en dan zijn we zo meteen klaar. En dan kunnen we gaan trainen. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben bij KZ. Maar niet voor mijn eigen wedstrijd, want ik speel vandaag niet. We spelen morgen. Maar ik ga een wedstrijd sluiten. Heel vroeg. Heerlijk. Hoeveel heb je gespeeld uiteindelijk? Weet niet meer. Weet niet meer? Wel veel. Zou ik zeggen? 12-3. Wow, ja. Cool, hè? Ja. Ja, heel goed. En we hadden ook nog wel wat doelpunten gemaakt, toch? Ja. Ja? Hoeveel doelpunten had je gemaakt? Ik heb er 5 gemaakt. Wow, high five. Yes, heel goed gedaan. Zo, wedstrijd zit erop, ik ben klaar. En zoals je hoort, hebben ze 12-3 gewonnen. Ze hebben echt heel goed gespeeld. Heel leuk gespeeld. Tegenstanders deden het ook heel goed. Dus die waren ook lekker fanatiek. Maar ik ga nog even een theetje drinken. En dan even nog voor de jakker aan de slag. En dan zie ik jullie morgen. Goedemiddag. Het is zondag. En we zijn aan het wachten dat we kunnen inschieten voor de rest van de wedstrijd hiervoor. Waar die tas moet. Waar zijn we klaar? Achter je, Naomi. Blij ei. Lekker jongens, we hebben punten gepakt. We hebben gewonnen. Het begin ging een beetje stroef, maar daarna pakten we het echt goed. En hebben we 8 doelpunten voor gestaan. Dus, super goed. Yo, ging uit!
wel eens bij. Heel jammer, maar ja, weet je, wat kunnen we eraan doen? Wij hebben wel gewonnen, dus dat is een positief puntje. Maar dan sluit ik hem hierbij ook af. Dus laat weten wat je ervan vond. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer.